DNA behandelt conceptwet jaarrekening, Theo Jubitana nieuwe voorzitter FITS en Farc presenteert politieke partij in Colombia. Goedenavond dames en heren, dit is het journaal op maandag 28 augustus. Onze verontschuldiging voor de late aanvang. De ontwerpwet op de jaarrekening is vandaag in een commissievergadering behandeld in de Nationale Assemblée. Deze wet heeft niet alleen betrekking op het financiële toezicht op de overheid en overheidsbedrijven, maar geeft ook de spelregels aan voor coöperaties en andere bedrijfsvormen hoe de financiële verantwoording in de toekomst zal moeten geschieden. Deze ontwerpwet is een initiatiefvoorstel gedaan door de leden Jenny Simons, Melvin Bova, Stefan Sang, Celsius Waterberg en André Misikaba. Met deze wet wordt getracht om de openbaarheid van bestuur te bevorderen, zegt Melvin Bova. De wet is ook van toepassing op staatsbedrijven, Telesuur, Staatsolie, EBS. Zo kan je doorgaan, kennen de zaken die er gebeuren binnen deze instellingen. Voor een goed deel natuurlijk goed, maar er zijn ook zaken die absoluut niet goed zijn en zelf ten aanzien van de financiële verantwoording beter moeten. Wij willen met deze wet afkomen met het feit dat we in Suriname staatsbedrijven hebben gehad, hebben gezien, maar ook bedrijven hebben gehad en hebben gezien die jarenlang maar werken, geld verdienen, maar geen financiële verantwoording afleggen. We willen dat dat er is en we willen dat we daardoor onze financiële huishouding beter organiseren. Eerder gaf het Surinaams bedrijfsleven aan uit te kijken naar deze wet, daar ons land nog geen wet heeft die bedrijven verplicht om jaarverslagen openbaar te maken. Internationaal is het zo dat bedrijven jaarlijks of periodiek hun beleid en een jaarverslag moeten presenteren. Aan de andere kant krijgen organen zoals de KLAT meer mogelijkheden om hun controlerende taken uit te oefenen. Met deze wet zal er natuurlijk een belangrijke tool worden aangereikt voor onder andere de KLAT en de Rekenkamer om haar werk te doen. Omdat bedrijven, instanties, stichtingen die opereren vooral onder de overheid verplicht zullen zijn om jaarrekening in te dienen. Dat betekent een overzicht van wat zijn je financiële verplichtingen, wat is je financiële in- en uitgaven van het boekjaar, waardoor de controle verbeterd en verscherpt kan worden. En met een verscherpte controle vanuit de KLAT, vanuit de Rekenkamer en de instituten, ook het parlement, naar deze instanties en organisaties toe. We praten over de publieke sector, maar trek het in adem door naar de private sector, zullen wij ervoor zorgen dat we bedrijven en organisaties hebben die on the long run, aan het begin zal het natuurlijk niet zo makkelijk zijn. Met controle zullen we wat bottlenecks en uitdagingen vissen, dat is bekend. Maar on the long run, tussen nu en een jaar, twee jaar, misschien vijf jaar, misschien korter, de tijd zal ons leren, zullen we wel organisaties hebben in vergelijking met organisaties buiten Suriname, die qua organisatie en financiële verantwoording er goed aan doen. En op een behoorlijke manier, op basis van de feitelijke cijfers, ook bijdragen aan de staatskas door het betalen van belasting en de verdere versterking van onze financiële sector. Morgen zal deze wet in een openbare vergadering worden behandeld. Kapitein Theo Jubitana is vandaag aangewezen om de komende 5 jaar te fungeren als de voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. Hij is van het inheemse plaatje Hollandse Kamp. Jubitana volgt Leslie Artist, kapitein van Redidoti, op, die sinds 2012 de organisatie leidde. Jubitana is ook voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen, PARA, OSIP. Het nieuw bestuur van de FITS bestaat uit Theo Jubitana, voorzitter, Jona Gunter, ondervoorzitter, Margriet van der Bos, penningmeester en Carlo Lewis, secretaris. De aanstelling van Jubitana vond plaats tijdens de FITS-conferentie te Redidoti, die vandaag is afgesloten. Op 25 augustus ging de 7e FITS-conferentie van start. Delegaties van de 52 inheemse dorpen bogen zich tijdens de conferentie over inheemse issues, van de evaluatie van het gevoerde beleid tot de relatie met de overheid en een beleidsplan voor de komende 5 jaren.
De Wayana-jongeren die op de FITS-conferentie aanwezig waren, gaven een presentatie over de prioriteiten in het Wayana-gebied. Zij hebben het gehad over het educatie- en onderzoekscentrum in Apetina, bestemd voor de Wayana en Trio, de voedselvoorziening, het kippenproject Vliegverbinding, vlieglessen capaciteitsversterking. Vandaag, 28 augustus 2017, stond op de agenda van de conferentie de aanwijzing van een nieuw bestuur voor de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. DC Yvonne Pinas van het district Sipaliwini, resort boven Saramaka, heeft in het weekend meer dan 100 sociale pakketten met eerste levensbehoeften verstrekt te Pusugruno. De pakketten zijn zaterdagavond getransporteerd naar Pusugruno en zijn zondagmorgen tegen een vergoeding van 50 Surinaamse dollars afgegeven. Grandma Leslie Valentijn nam de eerste in ontvangst. Dorpelingen hebben na een registratie hun eerste levensbehoeften in ontvangst mogen nemen. Ik heb een foto gepakt. Ik heb een foto gepakt. Ik heb een foto gepakt. Ik heb een foto. Maar als je een pakket salanti serie, dan is het hier, als je een olidee pakket hebt, als je een batterie hebt, als je een auto CD en als je een auto tendakar. Een pakket is een auto die een saka, als je een uier. Wees die alesi, wees die bruine bonen, wees die gele erwten, wees die groene erwten, wees die sardine. Het ministerie van Sociale Zaken is recent ertoe overgegaan om tegen een vergoeding van 50 Surinaamse dollars landelijk deze pakketten te verstrekken aan degenen die het daadwerkelijk nodig hebben. Dorpelingen vinden het erg bemoedigend dat de overheid het binnenland niet over het hoofd heeft gezien. Als binnenlandbewoner toch helemaal in het binnenland een pakketje met zoveel inhoud voor 50 SRD. Ik vind het dan prima. Dus als ze vaker met zulke pakketten komen, zulke activiteiten, dan is het prima. Dan hoeft de mens, bijvoorbeeld de bewoners, lokale bewoners, niet zoveel geld uit te geven om naar Paramaribo te gaan voor dus deze eerste levensbehoefte. Een pakket, Dolly. Hoe lobby zou de takken, takken we niet kiezen pakket. Da fade chalenko a bungio a moi one so de nomo libe a mode last lege a mode nomo so langa u de al libe so langa so ma de dia a pakete mta wa dolo. Het gaat om meer dan 100 sociale pakketten die zijn gereserveerd voor boven Saramaka. President Desiree Bouterse heeft op zijn reis naar Cuba in Caracas een tussenstop gemaakt. Op de Venezolaanse airport werd het staatshoofd ontvangen door de vice-minister van Buitenlandse Zaken, Ana Teresina, en ambassadeur Carlos Zamora. Zamora heeft de leiding op de afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, belast met de relaties in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het staatshoofd is vertrokken met een groepje artsen om tegelijkertijd te kijken naar de regeling met de Cubaanse autoriteiten met betrekking tot patiënten uit Suriname die daar behandeld moeten worden. Operatie Tempo moet ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel van de samenleving in de vakantiedagen wordt vergroot. Volgens Guno Rozenhof, commissaris van de politie, wordt deze operatie in opdracht van Bureau Nationale Veiligheid uitgevoerd. Rozenhof geeft aan wat de ontwikkelingen zijn van operatie Tempo. We hebben bij operatie Tempo, het was een initiatief, het is eigenlijk een verlenging, een verlengde van de operatie Octopus, die door de directoraat de Nationale Veiligheid was gestart. Ja. Politie, militairen, gezamenlijk hebben we dus de operatie gedraaid. En kwam een evaluatie, heeft wel een beetje lang geduurd, maar goed. We zijn weer gestart een week of... Het is dus al 4 weken geleden. Dit keer een beetje minder, want we zaten even met de vervoersproblemen. Dat werd alweer opgelost door de mensen van de DNV, die onze voertuigen ter beschikking hebben gesteld. We zijn ook bezig via het ministerie van Justitie en Politie
voertuigen, auto's, politieauto's die defect waren, om die weer nieuw leven in te blazen. Dus beetje bij beetje zetten we een beetje tempo in de operatie. Samen met de leiding van het Korps Politie Suriname en het ondersteuningsteam wordt er continu gewerkt om criminaliteitsvraagstukken aan te pakken. Volgens Rozenhof is operatie Tempo helemaal klaar om landelijk de veiligheidscontrole te doen. Ook het Nationaal Leger, het Korps Penitentiaire Ambtenaren en het Bureau Nationale Veiligheid verlenen hun medewerking bij deze operatie, vertelt Rozenhof. Als gevolg hiervan heeft de alertheid van de politie ervoor gezorgd dat er enkele rovers na een beroving zijn aangehouden aan de Nieuwe Dominiestraat. U hoort Rozenhof over de actie van gisteren. Het was na een beroving, ja. Zijn die mensen gevlucht in twee auto's. Ja. Maar dat, door de alertheid van onze collega's, ja, hebben ze die twee auto's met de rovers kunnen aanhouden. En we gaan natuurlijk verder uitzoeken wat zij nog meer op de kerfstok hebben. Hoeveel rovers in totaal? Er worden 4 mensen aangehouden, 3 mannen en 1 vrouw. De Surinaamse politie wil illegaliteit op pleziervaartuigen aanpakken. Vandaag zijn leden van het Korps Politie Suriname getraind in het controleren en doorzoeken van pleziervaartuigen. Volgens Gino Rozenhof, commissaris van politie, is het van belang dat Suriname de illegale praktijken die op onze wateren plaatsvinden aanpakt. Omdat Suriname aan de kust van Zuid-Amerika ligt, is ons land gunstig voor smokkelaars. Tegenwoordig is naast drugsmokkel ook mensenhandel populair. Met deze activiteiten verdienen smokkelaars heel veel geld en meestal worden deze activiteiten uitgevoerd met pleziervaartuigen, zegt Rozenhof. We hebben gemerkt de laatste jaren is het internationaal zo dat veel drugs nu gaat via of met of door middel van die pleziervaartuigen richting Afrika, Europa, zelf richting Australië, vanuit Zuid-Amerika. Rozenhof geeft verder aan dat de politie altijd controle mag doen als ze iets verdacht zien of vermoeden. De training wordt in samenwerking gedaan met de Franse autoriteiten. Volgens de politiecommissaris heeft deze samenwerking zijn dienst al bewezen. De Fransen die de training verzorgen, want ze hebben heel veel expertise wat betreft de doorzoeking, controle en doorzoeking van die pleziervaartuigen. Zij hebben ons vorig jaar aanwijzingen gegeven hoe de 590 kilo te vinden op die zeilboot de Brijs. En dat was Gino Rozenhof. Het ontwikkelen van nuttige videogames zorgt voor impact binnen diverse sectoren. Op de 5e Nationale Hackathon is er gefocust op games en gamificatie. Op de 5e Nationale Hackathon, die IT-Core in samenwerking met Telesuur en diverse sponsoren organiseert, is er gefocust op gamificatie. Met het toepassen van spelprincipes en speeltechnieken in een applicatie wordt de app nuttiger gebruikt. Hierdoor kan het menselijk gedrag op een positieve manier worden aangestuurd. Ja, een voorbeeld is mensen herinneren aan hun medicijnen. Dat gebeurt klassiek eigenlijk door reminders te sturen. Wat wij hebben gedaan, is we hebben een spelomgeving gemaakt, in dit geval voor oudere mensen. Die het leuk vinden om sudoku's en kruiswoordpuzzels te spelen. Wat wij hebben gedaan om in die spelomgeving terecht te komen, is de barcode van het medicijn dat mensen moeten scannen om erin te komen. En dan hebben ze dat doosje van hun medicijn in hun hand en denken ze, oh ja, verhip, dat is waar, ik heb nog medicijnen, was ik bijna vergeten. Dus zo zet je mensen zelf aan het herinneren van het feit dat ze nog medicijnen hebben. Daar hoef je niks voor te doen. De meeste apps hebben als functie informatie te verschaffen, in contact te zijn met personen over de hele wereld, foto's en video's met elkaar te delen. Games als Candy Crush en Farmville zijn ook applicaties met een ander doel. Plezier te bieden aan de gebruiker. Nou, als je wilt dat je applicatie wordt gebruikt, dan is het goed als die aantrekkelijk is. En laten wij nou als mensen het leuk vinden om spelletjes te spelen. Dus als jij je applicatie of je app op zo'n manier kunt verpakken in de vorm van een spel, dat mensen het graag willen spelen, dan gaan mensen het dus ook veel gebruiken. En is het ook nog eens een keer aangenaam. Want er zijn heel veel apps die zijn saai. En die kan je aangenaam maken door daar na te denken en te ontwerpen in de vorm van een spel. Vandaar dat er op de 5e editie van de Nationale Hackathon is gefocust op games en gamificatie. Zodat in Suriname applicaties worden toegepast waarbij bewustwording op gang wordt gebracht.
In het weekend werd de vijfde nationale hackathon gehouden, waarbij team Pixel Storm met de hoofdprijs van $1000 naar huis ging. De gameapplicatie die de groep ontwikkelde, ging over de bewustwording van het gebruiken van een condoom.